Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Als je zo de goals weggeeft, dan ja, dat is niet tegenaan te voetballen. Nee, was dat zo makkelijk? Vond je dat zo makkelijk gaan? Heb je die goals gezien? Ja, ja zeker. Maar er zat ook wat geluk bij natuurlijk. Die eerste en die laatste was ook heel ver. Dat zijn van die zondagschoten. Ja, af en toe vallen die toch? Of? Ga je die goals maar terugkijken en bel me dan nog een keer op. Ja. Vond je jullie wel goed spelen dan? Eerste helft speelden we gewoon prima. Komen we een paar keer goed door. Is de eindpaas slordig of niet nauwkeurig? De beslissing niet juist. En dan kun je niet scoren. Tot daar voetballen gewoon prima, vind ik. Eén eindpaas wel goed van Danny op mij. En die zit er ook gelijk in. Maar we komen de hele tijd door. En de eindpaas is gewoon slecht. En daarnaast gewoon, we schieten alles op Bilaat. En als je dan continu gewoon met daar niemand voor zet. Of Elm moet het duel aan gaan. Kun je ook geen tweede bal winnen. Ja, dat is gewoon kut. Ja. Je bent enorm boos. Ik zie het. Omdat we hier een fantastische slag hadden kunnen slaan met de Graafschap. En dat hebben we niet gedaan. En iedereen heeft dat nagelaten. En dat is gewoon kut. Ja. Iedereen, dus het complete elftal, waaronder jij? We hebben als elftal gefaald vandaag. Ja. En dat was vooral in verdedigend opzicht dus, zeg jij? Met z'n allen. Ja, maar verdedigend begint natuurlijk ook als bij de aanvallers. Als de eindpaas niet goed is, is het ook kut, aanvallend. Dus in alles gefaald. Ja. Wat ging er dan zo verdedigend in jouw opzicht, in jouw ogen dan zo verkeerd? Nou, er wordt niet doorgestapt, er wordt niet door. Die Alalutsi kan 16 meter doorlopen en dan schiet hij met links die bal in de kruising. Hij moet veel eerder druk op. We lopen naar achter, we staan in de 16. Daarna op een gegeven moment gaan we als losstand druk zetten naar voren. Ja, het gaat helemaal nergens meer over. Baal je dan zo hard ook omdat dit de gouden kans was? Je had alles en dit iedereen op achter. Dit was de grote kans en daar moet iedereen zich van bewust zijn. En dat zijn we blijkbaar niet. Of we hebben geen kerels. Jullie hebben geen kerels? Maar ligt daar dan ook niet een rol voor jou? Een rol voor Ted van der Pavert? Heb je me niet zien schreeuwen? Ja, zeker wel, maar... Nou dan? Waar ligt het dan aan dat het... Als je twintig keer schreeuwt en ze luisteren niet. Waar ligt het dan aan? Ze luisteren soms wel en dan valt die bal ook met geluk soms vannacht. Maar het is gewoon kut. Ik sta hier gewoon met een klote gevoel. Ja. Je kwam niet bij ons voor de camera donderdag, maar je zit nu vol frustratie. Je had hier heel graag willen winnen. We hadden als graag gewoon te winnen. We hadden een fantastische slag geslaan. Maar dat doen we niet. Ja. En nu? Ja, en nu, hoe ze het zeggen, wonden weer likken en doorgaan vrijdag, maandag. Maar ik heb het idee dat er eerst nog wel even gesproken gaat worden. Natuurlijk gaat hij besproken worden. Ben je dan ook zo boos als nu? Ja, zeker. Wat ga je zeggen dan, als eerste? Hoe ga je openen? Hoe ga ik openen? De trainers gaan openen. En dan jij? En dan gaan we beelden kijken. En dan wordt het gewoon geconfronteerd vanuit de staf. Van wat er beter moet en wat er gedaan moest worden, wat de afspraken zijn.